Op zondag 14 maart was het klimaatalarm in Groningen. Mensen verzamelden zich massaal op de vismarkt om te pleiten voor een effectief klimaatbeleid. Als student kun je ook wat doen voor het klimaat. Zo kun je minder dierlijke producten eten, oude kleren upcyclen, proberen geen nieuw plastic te kopen en bijvoorbeeld de stad groener maken. Meer groen in de stad koelt namelijk af. Het houdt vocht vast en het is goed voor de bijen. De organisatie Youth for Climate Adaptation had hier een leuke actie voor bedacht. De flashmobs. Okay, ja, dat is pittig over datum. Oké, okay. Veel. Niet te veel, maar ook niet te weinig. En de mos. Ja, lekker. Super dit. Vaakje doen. Heb je eigenlijk wel eens zoiets gedaan? Een soort kunst buiten of graffiti? Nee, ik denk dat het ergste wat ik heb gedaan wel stoepkrijt is. Dus het wordt een hele nieuwe wereld wat dat betreft. Wat een nare goedje is dit. Wat ga je eigenlijk maken? Nou, ken je die rapper van Linkin Park? Die pianistachtige gast? Ja, goed. Die heeft een soort van visual stijl. Dus lekker simpel. Maar toch wat speels. En dat vind ik altijd wel leuk om na te maken. Dus dat probeer ik nu even. Nou, het wordt een gezichtje. Oh, leuk. Het is een beetje raar. Kijk, de textuur is dus natuurlijk wat waterig, dus je weet nog niet echt goed hoe je ermee om moet gaan. Het is wel leuk om te doen en het is niet iets wat direct die voldoening geeft, maar omdat je wel vaker langs loopt, is het wel het idee van straks wordt het wat moois ofzo, of straks groeit het daadwerkelijk iets. Dus dat is wel een leuk vooruitzicht. Nou, voor nu is het gewoon eventjes tekenen en dan eventjes wachten. Kan je laten zien wat we gemaakt hebben? Uiteraard. Het is nu een beetje vervaagd, maar we hebben hier een abstract gezicht met een haartje erbij. En daar onderin staat Mr. Weenie. Hé, hey, die is best wel goed gelukt. Wil jij ook met mos gaan verven? Dan kun je op watmost.nu verschillende tips en informatie vinden.